ontbijt bij hem op bed. Dan zat hij mee, want daar kon hij veel nog meer te weten wat hij... Ze slapen samen, man. De Tweede Kamer die opheldering vraagt aan de minister-president. De Rijksvoorlichtingsdienst die zich haast om met een extra verklaring te komen. En media die in rep en roer zijn. En dat nog voordat er een meter van onze reportage is uitgezonden. Goedenavond, welkom bij een hagelnieuwe reeks van het programma dat onderzoekt, ontmaskert, aanklaagt, verdedigt en wordt bekeken in baaiersen en paleizen door boeven en prinsen. Ik hoef het nauwelijks nog aan te kondigen. Wat voor relatie hadden maffiabaas Klaas Bruinsma en Mabel Wisse-Smit met elkaar? Tot nu toe moesten we het doen met de lezing van Mabel zelf. En als die in de media werd betwijfeld of tegengesproken, was dat weinig concreet en waren de sekslieden bovendien dikwijls anoniem. Er zijn nog een paar mensen die uit eigen waarneming over het contact tussen Mabel en Klaas Bruinsma kunnen vertellen. Kijkt u naar een reportage over de biecht van een bodyguard. Lieve en begaafde schoondochter. Ze heeft al op een hele natuurlijke manier haar plaats in ons gezin veroverd. Nu blijkt ze ook Klaas Bruinsma gekend te hebben. Dat is een Nederlandse topcrimineel die vermoord is in 1991. Hoe goed ze hem wel of niet kende, dat is niet duidelijk. Maar ik denk dat het bij het toestemmingsdebat zeker aan de orde zal komen. Vriendschappelijke relaties tussen criminelen en bekende Nederlanders zorgen voor nogal wat ophef. Ik heb dat natuurlijk zelf aan de lijve ondervonden na de moord op Cor van Hout. Met wie ik bevriend was geraakt toen we een boek schreven over de Heineken-ontvoering. Daar is heel wat over gesproken. Terwijl die relatie in feite al lang bekend was omdat ik daar zelf nooit een geheim van heb gemaakt. Mabel Wisse-Smit, onze reservekoningin, kende Klaas Bruinsma. Het was geen echte relatie, maar meer een oppervlakkig vriendschappelijk contact. Opgedaan tijdens gemeenschappelijke zeilwedstrijden. En toen ze eenmaal ontdekte wie hij werkelijk was, een maffiabaas, heeft ze direct alle contacten verbroken. Tenminste, dat is wat zij zegt tegen de koningin. Maar de vraag is dat de waarheid? Of bewaart Mabel Wisse-Smit misschien zelf wel een geheim? Ruim 12 jaar geleden, op 27 juni 1991, werd Nederlands eerste echte maffiabaas Klaas Bruinsma doodgeschoten. Dat gebeurde voor het Hilton Hotel in Amsterdam. De rechtbank veroordeelde ex-politieman Martin H. voor de afrekening. H. maakte inmiddels deel uit van een bende Joegoslaven in de hoofdstad. De leider van die bende, Duja Bisirovic, was in oktober 1991 in opdracht van de Bruinsma-clan geliquideerd. Al tijdens zijn leven, maar vooral na zijn dood, groeide Klaas Bruinsma, alias de dominee, alias de Lange, uit tot een legende. Over zijn leven is een boek verschenen en momenteel is er zelfs een speelfilm in de maak over hem. Klaas Bruinsma was de zoon van een frisdrankenfabrikant, bekend van het merk Raak. Hij raakte al op jonge leeftijd verzeild in de drugshandel. In de jaren 70 legde hij samen met zijn toenmalige compagnon Thea Moir de basis voor zijn imperium. In 83 raakte Bruinsma zwaar gewond bij een vuurgevecht tijdens een drugsruzie in de Wakkerstraat in Amsterdam, waarbij hij zelf drugsdealer Leo Fransen doodschoot. Een jaar later werd Bruinsma hiervoor tot 3 jaar cel veroordeeld. Na zijn vrijlating bouwde Bruinsma zijn drugsimperium verder uit.
Hij leidde het leven van een echte maffiabaas en bewoonde eerst permanent een kamer in het Amsterdamse Okura Hotel. En later in het chique Amstel Hotel, waar hij naast de Royal Suite woonde. Naast zijn activiteiten in de onderwereld hield Bruinsma zich veel bezig met zijn grote hobby, zeezeilen. Hij bezat het luxe jacht de Amsterdamd. De Belastingdienst schatte Bruinsma's jaarinkomen op het hoogtepunt van zijn macht op 25 miljoen gulden. Hij zou eind jaren 80 aan het hoofd staan van een on-Nederlandse maffia-achtige organisatie die zich bezighield met de import van gigantische hoeveelheden soft- en harddrugs voor de Nederlandse, Britse, Duitse en Scandinavische markt. Bruinsma deinsde ook niet terug voor het liquideren van tegenstanders, al is hij daar nooit voor veroordeeld. Zo werd zijn naam genoemd bij de moorden op Alexander Marjanovic in 82 en André Brilleman in 85. Maar het kon niet goed blijven gaan. Met het groeien van zijn macht namen ook de risico's toe. Bruinsma kreeg te maken met financiële tegenvallers, onderschepte drugstransporten en toenemende bedreigingen van concurrenten die ook een greep deden naar de macht. De dominee liep dus steeds meer risico en nam meer en meer zijn toevlucht tot zijn schip, de Neeltje Jacoba. Een voor een kapitaal verbouwde reddingsboot met een roemrijk verleden bij de Koninklijke Reddingsmaatschappij. Bruinsma, een fervent zeezeiler en zeer geïnteresseerd in de nautische geschiedenis van ons land, was buitengewoon trots op zijn aanwinst en hoopte dat de Neeltje Jacoba, die al zoveel levens had gered, ook hem in veilige haven zou brengen. De laatste periode van zijn leven bewoonde Bruinsma het schip vrijwel permanent. Tot hij op 27 juni 1991 werd vermoord. Mabel Wisse-Smit werd in 1968 in Pijnakker geboren als Mabel Los. Haar vader overleed 9 jaar later toen hij op de Loosdrechtse plassen in een wak schaatste. Mabels moeder hertrouwde met Rabobank-topman Peter Wisse-Smit. Mabel nam niet lang daarna de naam van haar stiefvader aan. De aanstaande bruid van Prins Friso groeide op in het Gooi. Ze behaalde in 1986 haar gymnasiumdiploma en studeerde daarna economie en politieke wetenschappen in Amsterdam. Ze liep stages in New York, Maleisië en Barcelona en studeerde in 1993 cum laude af. In 1994 richtte de toen 26-jarige Mabel het European Action Council for Peace in de Balkans op. Deze organisatie zette zich in voor stabiliteit in het door oorlog verscheurde ex-Joegoslavië. In deze periode kreeg zij een relatie met Mohamed Sezebi, haar eerste niet geheel onbesproken vriend. De Bosnische diplomaat zit momenteel vast wegens illegale gokpraktijken en verduistering van een vermogen aan hulpgelden. In haar vrije tijd was Mabel vaak te vinden op het hockeyveld en bij de Gooise zeilvereniging waarvan haar vader bestuurslid was. In dat zeilwereldje ontmoette Mabel in haar studententijd Klaas Bruinsma. De dominee was zelf immers fervent zeezeiler en bezat naast de Neeltje Jacoba ook het peperdure zeiljacht die Amsterdamd. Hij deed net als Mabels familie mee aan prestigieuze zeilwedstrijden. En nu gaat Mabel Wisse-Smit dus trouwen met Prins Friso. We maakten bij de aankondiging duidelijk dat ze heel blij was met haar nieuwe schoondochter. En deze uiterst pintere Mabel Wisse-Smit, die haar hele leven precies wist waar ze mee bezig was, zou dus in haar studententijd in Amsterdam een louter vriendschappelijke relatie hebben onderhouden met Klaas Bruinsma, zonder te beseffen wie hij was en wat hij deed. De media duiken massaal op de geruchten over Mabel Wisse-Smit en Klaas Bruinsma. Het vermoeden dat er meer aan de hand is geweest tussen de twee groeit. Maar het blijft vooralsnog bij geruchten, veelal anoniem verwoord en gebaseerd op van horen zeggen informatie.
Bovendien, zo meldt de Rijksvoorlichtingsdienst, heeft de AIVD, de voormalige BVD, een onderzoek ingesteld naar de geruchten. Daaruit is gebleken dat niets een eventueel huwelijk tussen Mabel Wissersmit en Prins Friso in de weg hoeft te staan. Maar of de AIVD heeft slecht werk geleverd, of men verzwijgt een aantal essentiële zaken. Daar kwam ik achter toen ik S sprak. Een Amsterdammer die in de hoogtijdagen van Klaas Bruinsma zijn financiën beheerde. Ed S werd in Bart Middelburgs boek The Godmother over Bruinsma's compagnon Thea Mouar al genoemd als een financiële man. Deze S kan zich de periode Bruinsma en alles wat er toen gebeurde nog scherp herinneren. Als Peter hem benadert, verklaart hij: natuurlijk heb ik ook Mabel gekend. Klaas was gecharmeerd van haar. Hij vond Mabel een lekker wijf, maar ook een intelligente tante. Bruinsma's boekhouder vertelt dat Klaas en Mabel geregeld samen Café de Schans bezochten aan de Amsterdamse Weteringschans. De kroeg heet nu De Kale. Mabel en Bruinsma speelden er graag een potje schaak. Ed S. herinnert zich nog een opvallend incident dat zich daar voordeed. Klaas is er nog eens uit zijn dak gegaan toen hij een schaakpartij onbenullig verloor. Hij werd toen woedend en viel uit zijn rol. Hij eiste direct revanche. Dat de relatie tussen Bruinsma en Mabel puur vriendschappelijk was en niet intiem, gaat er bij Bruinsma's boekhouder niet in. Ik weet vrijwel zeker dat Klaas ook seksueel contact had met Mabel. Ik ben daar natuurlijk nooit zelf bij geweest, maar ik maakte dat op uit de houding van Klaas en de dingen die hij over haar zei. Volgens Ed S. is het ondenkbaar dat Mabel niet wist dat Klaas Bruinsma een crimineel was. Dat kon zelfs een blinde zien. Klaas had altijd bodyguards om zich heen, was zelf altijd bewapend en was ook al eens neergeschoten, waardoor hij moeizaam liep. Bovendien verbleef hij permanent in dure hotels, voerde ogenschijnlijk niets uit en beschikte desondanks over stapels contant geld. S merkte bovendien dat Klaas echt verliefd was op Mabel. Als het om haar ging, gedroeg Klaas zich anders, bijna jongensachtig. Hij maakte zich druk over zijn kleding en of hij er wel goed uitzag. Dat was eigenlijk niks voor Klaas. Normaal gesproken moest iedereen zich juist aan hem aanpassen, maar bij Mabel was dat precies andersom. Maar er is meer. Boekhouder Ed S. onthult dat Bruinsma ook contact had met Mabels stiefvader, Rabotopman Peter Wissersmit. En dat is niet eenmalig geweest. Het zou me zelfs niet verbazen als hij haar vader eerder kende dan haar. Ed S. vertelt dat Klaas het contact met Mabels stiefvader gebruikte om entree te krijgen in betere kringen. Hij was erg belangrijk voor Klaas. De man was een prominent lid van een Gooise zeilvereniging en volgens Klaas kon Wissersmit hem bij allerlei chique vriendjes introduceren. Klaas zei altijd: dat is goed voor mijn public relations, Ed, en dus goed voor jullie toekomst. Volgens S, de financiële man van Bruinsma, was Bruinsma de man er niet naar om energie te steken in een vrouw met wie hij geen seks had. Dus het verhaal dat het om een vriendschappelijk, oppervlakkig contact ging, dat is maar zeer de vraag. Maar omdat S meer met zijn neus in de boekhouding zat dan dat hij Klaas Bruinsma dagelijks achterna liep, raadde hij ons aan contact op te nemen met de voormalige bodyguards van de dominee. En daar liet hij zich 24 uur per dag door omringen. Een van hen is Tony Tynes. En die ken ik. Sterker nog, daar heb ik zelfs een uitzending over gemaakt. In 1988 werd de toen 27-jarige Tony Tynes door Klaas Bruinsma in dienst genomen als bodyguard. Tony Tynes genoot enige bekendheid doordat hij als figurant optrad in een reclamespotje van Duivis. En nou hoor ik dat er hier een vijf is. Komt het gelegen dat ik voor dit speciale gezelschap even onze pinda speciaal demonstreert? Hij is fijn. Ook speelde hij een rolletje in een tv-serie.
Zijn werkzaamheden voor Bruinsma vielen gedeeltelijk samen met de periode dat de maffiabaas omgang had met Mabel Wisse-Smit. Maar de bodyguard begon gaandeweg ook voor zichzelf in drugs te handelen. Eind 92, als Bruinsma al dood is, is Steins betrokken bij de opzet van een megatransport van maar liefst 30.000 kilo hash uit Pakistan. Maar de zaak loopt stuk en de politie neemt alle drugs in beslag. Er gaan geruchten dat er in de zaak sprake is van een politieinformant. Vreemd genoeg ziet justitie af van vervolging van hoofdverdachte Tony Tynes. En twee weken voor hij in deze zaak moet getuigen tegen 7 medeverdachten, gebeurt er dit. Eind januari 1994 raakt zijn auto van de A10 bij Amsterdam. Door nog onbekende oorzaak raakte de auto van de weg op het punt waar de vangrail begint. En als een springschans lanceert. In het ziekenhuis overlijdt Tony Tynes. Hij is dan 32 jaar. Daarbij gewond en hij werd naar het ziekenhuis afgevoerd. Een lichtmas werd finaal uit de grond gerukt. De auto kwam 150 meter verder. Onderzoek door Peter brengt een serie verdachte omstandigheden naar boven die het ongeluk in een heel ander daglicht plaatsen. Een tipgever meldt Peter dat er iets is met de band van de auto waarin Tynes reed. Er zou op geschoten zijn. Het blijkt dat de band op de beelden kort na het ongeluk van de velg af was. Maar op deze foto, na de inbeslagname van de auto, zit er opeens weer een band om. Het wiel verdwijnt vervolgens spoorloos tijdens het onderzoek. Ook zijn er getuigen die gezien hebben dat Tynes kort voor het ongeluk werd gevolgd door een Porsche. Ten slotte blijkt uit het voorlopige sectierapport dat het slachtoffer mogelijk een schotwond in zijn hoofd had. In het definitieve sectierapport is dat veranderd in een verwonding die waarschijnlijk door rondvliegend glas is veroorzaakt. Het is nooit opgehelderd wat er precies die nacht met Bruinsma's bodyguard Tynes is gebeurd. Tony Tynes kan er dus niets meer over vertellen. En als Mabel iets verzwijgt, dan speelt hij dat misschien wel behoorlijk in de kaart. Want Klaas Bruinsma is vermoord. Tony Tynes is ook om het leven gekomen. En er blijven er niet veel over die wat over die periode kunnen vertellen. Maar er is één man die dat misschien wel kan. En dat is een andere bodyguard, Charlie Da Silva. Toevallig, maar wat is toevallig als je 25 jaar in de misdaadjournalistiek zit, ken ik die man goed. Begin jaren 80 kwam hij al groot in het nieuws. En kort na de moord op Bruinsma beleefde ik nog een paar spannende momenten met hem. De van oorsprong Chileense Charlie Da Silva kwam eind jaren 70 via Engeland in Nederland terecht. Na een baantje bij Martin Air raakte hij verzeild in de drugshandel in de Amsterdamse Warmoestraat, midden in de Rosse buurt. Da Silva ontpopte zich al snel als een harde crimineel. Hij haalde voor het eerst in 1983 de kranten toen hij in de Amsterdamse Uiterwaardenstraat een landgenoot doodschoot bij een viskraam. Deze zogenoemde haringkarmoord werd gepleegd gedurende een heuse Chileense maffiaoorlog met wildwestachtige schietpartijen die de hoofdstad enkele maanden in haar greep hield. Hierbij werden totaal 3 Chilenen vermoord en anderen gewond en ontvoerd. Op een persconferentie legde de Amsterdamse politie vanmiddag aan de hand van foto's uit hoe de 2 Zuid-Amerikaanse cocaïneorganisaties elkaar in Amsterdam bestreden. Op de Herengracht werden gisteren in dit pand enkele van de 15 aanhoudingen verricht door een speciaal arrestatieteam. Onder arrestanten een 27-jarige man, de vermoedelijke dader van de 3 moorden. In verschillende huizen werden ook veel wapens in beslag genomen. In huis is met het oprollen van deze 2 bendes nu een belangrijke cocaïnelijn naar Amsterdam afgesneden. Ja, voorlopig wel. Het is natuurlijk niet uitgesloten dat de hoofdverdachte was Da Silva. Hij werd uiteindelijk tot 8 jaar zelf veroordeeld voor de moord bij de viskraam. Van de andere 2 moorden is zijn betrokkenheid nooit bewezen, al was de modus operandus hetzelfde. Peter schreef destijds een aantal reportages over de liquidaties in de Telegraaf, maar kwam pas een jaar later met de gedetineerde Da Silva in contact, nadat diens zoontje van 3 plotseling overleed. De man mocht van het ministerie van Justitie niet naar de begrafenis.
maar kreeg van de kortgedingrechter uiteindelijk toch toestemming om afscheid te nemen van zijn zoontje. In de Bijlmerbaaiers kwam Da Silva in contact met Klaas Bruinsma, die daar toen vast zat voor de dodelijke schietpartij in de Wakkerstraat in Amsterdam. Er ontstond een hechte vriendschap tussen de twee, en na beide vrijlating werd Charlie Da Silva Bruinsma's bodyguard en groeide uit tot zijn vertrouweling. Deze unieke foto's, waarschijnlijk de laatste die voor Bruinsma's dood zijn genomen, symboliseren treffend de relatie tussen de twee topcriminelen. Bruinsma met Paul naast hem, de gewapende Charlie Da Silva. De foto's zijn genomen in 1991 op de kermis op de Dam in Amsterdam. Dat Da Silva de rechterhand van Bruinsma was, blijkt ook uit het avontuur dat Peter enkele maanden na Bruinsma's dood in 1991 met hem beleefde. De Chileen had Peter gebeld met het ongelofelijke verhaal dat in de nalatenschap van Klaas Bruinsma twee peperdure gestolen schilderijen zaten, en dat justitie van plan was om ze achter de schermen terug te kopen voor een 500.000 gulden in contanten. Het ging om deze twee meesterwerken, een Frans Hals en een Jacob van Ruisdaal. De doeken waren in oktober 1988 ontvreemd uit een museum in Leerdam, en Klaas Bruinsma had ze kort voor zijn dood bij een drugstransactie in bezit gekregen. Bruinsma, een kunstliefhebber, wilde dat het erfgoed in Nederlands bezit bleef, aldus Da Silva. Maar er moest dan wel 5 ton voor worden neergeteld. Het bedrag dat Bruinsma er volgens Da Silva zelf voor had betaald bij een drugstransactie. Peter was erg sceptisch en kon zich nauwelijks voorstellen dat de overheid serieus met een wegens moord veroordeelde ex-lijfwacht van Klaas Bruinsma zou onderhandelen over de betaling van 500.000 gulden voor gestolen schilderijen. Maar als Da Silva Peter na een poosje belt dat er met de recherche een afspraak is gemaakt in een hotel in Bunnik, gaat Peter erheen. Charlie wilde per se Peter erbij hebben als een soort verzekering voor het geval de politie zich niet aan de gemaakte afspraken zou houden. Binnen zitten tot Peters verbazing een politiecommissaris en 2 andere politiefunctionarissen. En Charlie's relaas wordt er hen van A tot Z bevestigd. Maar men is niet blij met de aanwezigheid van een nieuwsgierige verslaggever, en na een poosje ontstaat er een ruzieachtige sfeer, waarna Peter vertrekt. Kort daarna komt het tot een overdracht en betaalt justitie 500.000 cash aan de crimineel. Daags erna verschijnt dit stuk in de krant, waarin de politie niet wil vertellen hoeveel geld er is betaald en wie de aanbieder van de schilderijen is. Met de overdracht was postuum de laatste wens van Bruinsma vervuld. Deze advertentie in het weekblad Actueel deed dan ook veel stof opwaaien. Hij was geplaatst door Charlie Da Silva. Een week later publiceert Peter het hele verhaal in dit weekblad, waarin Da Silva overigens met X wordt aangeduid. De affaire krijgt dan toch nog een politiek staartje, omdat het beleid is dat er nimmer met criminelen wordt onderhandeld over gestolen goederen, komt het tot Kamervragen. Toenmalig minister van Justitie Hiers Perlien antwoordt dat er alleen een bedrag aan bewaarkosten is overhandigd en dat het niet om een crimineel ging, maar om een informant. Er wordt expliciet gevraagd aan de minister of de schilderijen zijn gekocht van aanbieders die tenminste verdacht zouden kunnen worden van heling. Hiers Perlien antwoordt met nee. Aperte leugens die Hiers Perlien, als de Kamer op de hoogte was geweest van de werkelijke toedracht, wel eens in moeilijkheden hadden kunnen brengen. Korte tijd later verdwijnt Charlie Da Silva van het toneel. Niemand heeft ooit meer iets van hem vernomen. In 1992, ruim een jaar na de moord op Klaas Bruinsma, is deze Charlie Da Silva teruggekeerd naar zijn vaderland, Chili, Zuid-Amerika. En sindsdien heeft niemand in Nederland nog iets van hem gezien of gehoord. Is hij ook uit beeld verdwenen,
bij de politie en de AIVD, de voormalige BVD. Maar met heel veel moeite en via veel tussenpersonen ben ik toch met hem in contact gekomen en heb een afspraak met hem gemaakt. Dus ben ik nu op weg naar het andere eind van de wereld, Zuid-Amerika, om eens van hem te horen wat hij nou precies heeft meegemaakt van die veelbesproken vriendschap tussen onze reservekoningin Mabel Wisse-Smit en Klaas Bruinsma, de grootste crimineel van de Lage Landen. In de hoofdstad Santiago stappen we over op een binnenlandse vlucht die ons een kleine 1000 kilometer naar het zuiden van het land brengt. Dan is het nog ruim 2,5 uur rijden de bergen in. Nou, we zijn inmiddels zo'n 30 uur onderweg. Heel lang vliegen, een keer overstappen, binnenlandse vlucht. We hebben inmiddels ook een autorit van een paar uur achter de rug. Maar als ik het goed heb begrepen, moet Charlie da Silva hier aan het werk zijn. Er staat in ieder geval een auto. Eens even kijken, daar staan koeien, mensen op paarden. Ik denk dat die man op die schimmel, dat hem is, met die lichte hoed, met die zonnebril op. Nou man, dat is een reis. Hey, hoe gaat-ie? Dat is een tijd geleden. Heel lang. 10, 12 jaar? Heel lang. Nee, het gaat je goed, hè, zo te zien. Ja. Een stukje zwaarder, een stukje ouder. Iets. Nou, het is goed dat ik je gevonden heb. Want ik heb een hoop met je te bespreken. Charlie is de afgelopen 10 jaar behoorlijk veranderd. Hij heeft de harde Amsterdamse onderwereld verruild voor een rustiger leven met zijn gezin. Maar al snel blijkt dat de voormalig bodyguard van Bruinsma wel last heeft van heimwee. En nogal als een koeien. Ja. Maar je loopt nog wel altijd met een blaffer in je broeksriem, zag ik. Ja. Een oude gewoonte die niet overgaat. Nee, kijk, Peter. Ik heb wel eens cowboys gespeeld. En een cowboy moet altijd klaar zijn. Je weet het nooit. Mis je Amsterdam en de misdaad? Ja. Jawel? Ja. Erg. Ik had vrienden. Gabbert. En ik zie ze heel lang niet. Het blijkt dat Charlie in 1992 is weggegaan uit ons land na een conflict over crimineel Ming Ka, een wapenhandelaar die destijds nog niet zo bekend was, maar die inmiddels hoog is opgeklommen in de criminele hiërarchie. Ka's naam is bij diverse liquidaties gevallen, maar desondanks wist hij vaak op onnavolgbare wijze uit handen van justitie te blijven. Daardoor rees het vermoeden dat hij bescherming genoot en wel eens politie-informant kon zijn. Ming Ka verzag de Bruinsma-bende van wapens, maar op een dag betrapte Charlie hem op gesjoemel met een partij van Bruinsma's drugs. En Charlie was van mening dat Ka daarvoor geliquideerd diende te worden. Ben je weggegaan omdat je bang voor hem was? Nee. Bang voor die hond? Nee, kom op. Ja? Toen ik heb hem betrapt dat hij ons bezodemieter. Want die is gewoon een stinkert. Dat is gewoon een. En nou is de politie informaat. Applaus, jongen, voor die mensen die ooit gedacht dat hij een goeie was. Als jij nou nog in Nederland zou zijn, en hij ook, zou dat goed gegaan zijn met elkaar? Ik vreet hem op. Ja? Ja. Weet je waarom hij weggegaan? Omdat ze mij niet laten doen. Ze hebben mij niet daar toegelaten. Wat toegelaten? Om hen op te vreten. Dat wou je doen, ja. Eigenlijk. Ja.
liep behoorlijk uit de hand. Want je bent zelf neergeschoten geweest, hè? Je hebt een kogel in je been gehad. Ja. Ja, Okura Hotel. Ik moest 4 miljoen gulden afleveren. 4 miljoen dollar, sorry. Waren we gulden van vroeger, maar waren dollar. Toen moest ik het afgeven aan iemand. En die man had die dat doorgegeven aan die andere kant, dat ik al doodgeschoten was. Maar was ik het niet dood, want ik ben weggelopen. Ik kreeg wel een kogel in mijn been. Mm. En toen is die oorlog begonnen. Yeah. En was schietpartij na schietpartij na schietpartij. Uiteindelijk heb jij zelf ook geschoten. Hoe is dat gegaan? Want je hebt hem doodgeschoten bij een haringkar in de Amsterdamse Uiterwaardestraat. Ja. Hoe ging dat? Ik stap gewoon uit die motor. En ik schiet hem gewoon rechtstreeks in zijn borst. Nou is het zo dat er in die bendeoorlog niet alleen die man is doodgeschoten, maar er zijn nog twee andere slachtoffers gevallen. Daar ben jij ook verdacht van geweest. Ja. Heb je dat gedaan? Nee. Je moet erover nadenken. Nee, ik denk wel even na. Want ik weet wat je vraagt. Ik wist dat je dat zou me geven. Dat heeft de officier van justitie mij gevraagd. Dat heeft de rechter aan mij gevraagd. Dat heeft de hele Nederlands mij gevraagd. Welke waarde heeft wat ik zeg? Nou, ik vraag het je. Het is verjaard. Ben jij het geweest? Nee. Niet? Nee, en als ik het was, had ik je ook nee gezegd. Hmm. Ben je daar blij mee? Je kwam in de gevangenis terecht. Hoe was dat? De beste gevangenis van de wereld. In de Scheveningse gevangenis geeft Charlie al snel zijn visitekaartje af. Hij vertelt hoe hij daar eens een medegedetineerde een lesje leerde. Het slachtoffer was Jozef L., die vastzat wegens een brand in 1983 in sekstheater Casa Rosso op de Wallen in Amsterdam. Daarbij vielen 13 doden. L's grote mond werd niet gepikt door Charlie en een medegedetineerde met de bijnaam De Schele. Dus dat was een van mijn beste gabbers. Ja. Die Schele heeft mij geholpen om die man naar die keuken te lokken. En ik heb een vette pan op zijn kloten gegooid, op zijn hele lichaam. Een frituurpan met kokend vet. Ja. Over hem heen gegooid. Ja. Zo, en wat gebeurde er met hem? Helemaal verbrand? Hij is helemaal levend verbrand op de grond. En toen was iets heel leuk gebeurd. Het is gebeurd, die gebeurt ook in de link meestal met die kinderverkrachter. Dat ze de schopen krijgen van iedereen. Hij is in elkaar geslagen en geschopt. De kanker geslagen. Hmm. Hij is geslagen, de kanker. Er waren 20 mannen. Of 30. Hij stopt hem midden. Hij heeft het duur betaald wat hij aan Nederland gedaan heeft. Zeg, dat zijn de heide... Die schelen hebben alle keu... Miljardenkeuze op zijn hersen geslagen, ja. Dat zijn de harde wetten van het gevangenis. Ja, 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 in de gevangenis, kijk je, iedereen mag het jonger zijn, groter zijn. Mm-hmm. Maar als je cowboy wil spelen, nou, dan moet je ook kunnen. Keihard leven dan, hè? Ja. Hoe ging die kennismaking met Klaas Bruinsma? Er zaten daar heel veel mensen. Kwam hij naar jou toe of jij naar hem? Hij had een verbonding in. Na de schietpartij of wat dan ook. Hij was zelf neergeschoten bij een schietpartij. Ja, hij had iets in zijn poten. Hmm. Toen komt hij in een vleugel. En toen sprak hij aan dat de man moest afgemaakt worden. En die waren mensen die hem kwaad wouden doen. Waarom? Geen idee. Die kon dingen zout buiten. En ik zat met die man te schaken. Met Bruinsma. En ik heb van hem gewonnen.
Toen die mankrachten hoorden dat hij misschien afgemaakt zou worden. Ik had geen idee waar die man vandaan kwam. Je kende hem niet op dat moment? Nee, nooit van gehoord. Ja. Ik had nooit een Nederlandse woord gezegd in mijn leven. Ik heb een Nederlands in de lik. Ja. Maar hij zocht in feite een beetje bescherming bij jou. Ja. En jij had in de lik een behoorlijke reputatie waarschijnlijk. Ja. Want iedereen wist, hij is de man van die Chilenenmoorden. Ja. Van die bendeoorlog. Ja. Die deinst nergens voor terug. Die reputatie had jij. Die had ik, ja. En die man zocht een beetje bescherming. Ja. Heb ik het gegeven. Kijk, op de vleugel waar hij zat, kon hem niks gebeuren. Bruinsma komt eerder op vrije voeten dan Charlie, maar Bruinsma vergeet zijn beschermer niet. Toen ik in Scheveningen was, op de B-vleugel, ik heb vaak 1000 guldensjes op mijn rekening gekregen. Dat deed hij? Vaak. Zonder ooit iets te vragen, maar zonder... Direct na zijn vrijlating wordt Charlie door Bruinsma gevraagd of hij zijn lijfwacht wil worden. En vanaf dat moment zijn de twee vrijwel onafscheidelijk. Wij gingen wonen op een Amstel Hotel. Waar koningin Juliana geslapen heeft. Dat was zijn slaapkamer. En de kamer daarna was mijn. Hij sliep in de Royal Suite. Ja. En jij daarnaast? Ja. Dus jij speelde een hele grote rol. Eigenlijk. Ik was erbij. Kan ik zeggen dat als het erop aankwam, als het echt spannend werd, als het nodig was, dat jij meedogenloos kon zijn? Zo lag het. Ik had 2 blaffers. 16 kogels elk. 32 kogels. 2 Scorpion. Machinegeweer. 7,65. Ik kon je schieten tot ik het... moe van. Hoe hard was hij nou? Verraad bij hem was de dood. Ja? Als jij hem verraadt, was je dood. Dan gaf hij opdracht tot een liquidatie? Meteen. De Lange was iemand die liet jou niet verder lopen als die groep verraadt. En dat is een paar keer gebeurd? Hij heeft heleboel honden afgeruimd. Hoe ging dat dan? Ik heb een schietpartij met hem op de Waddenzee gehad. Een schietpartij op de Waddenzee? Ja. Hoe ging dat dan? Heel snel. Maar dan zag je dit dominee. Zag je ergens vandaan een blaffe trekken. Boom, 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 boom. Dat was snel. Heeft hij toen iemand doodgeschoten? Ja, klaar was snel. Klaas was snel. Er is van Klaas ook vaak gezegd dat hij mensen bij de politie plat had. Dat hij wist wat er gebeurde, wat voor onderzoeken er liepen naar hem. Was dat zo? Ja. Hoe ging dat dan? Hoe krijg je een... Kijk, net zoals in elk land gaat. Kijk, dan pak je gewoon eens meer van de Barmoestraat. Die verdient 3,5 roodjes. Hollandse guldens. Ik praat in guldens. Ik ken die ouders nog niet. Toen komt die Klaas aan. En die man mocht die 5 ruggen verdienen. Per wat? Per mand. Elke mand. Terwijl dat zijn... Elke maand betaalde hij aan bepaalde politiefunctionarissen... bedragen van 1000 gulden. Ja. En wat kreeg hij daarvoor in ruil dan? Hij kreeg bescherming. Hij wist het altijd. Als wij bij hem in het schip aankwamen, wist hij dat tijden voor. Ze waarschuwen hem vaak. Denk je vaak aan hem? Ja. Als Klaas Bruinsma morgen terug zou komen, stel... Zou Charlie da Silva dan weer naast hem staan? Meteen. Ja? Ja. 2 pistolen in je broekband? 2 blaffers, 16 kogels elke. En 2 Scorpion machinegeweer.
met ei. Charlie onthult nu voor het eerst hoe de overdracht van de twee gestolen meesterwerken van Van Ruisdaal en Frans Hals precies in zijn werk ging. De schilderijen waren bij een drugsdeal in bezit gekomen van Bruinsma, en na diens dood moest Charlie zorgen dat ze voor een 500.000 gulden werden terugverkocht aan de overheid. Het blijkt dat IRT-commissaris Ton Lid hoogstpersoonlijk de unieke deal tussen justitie en de crimineel in het diepste geheim bij Charlie thuis in Zaandam heeft gedaan. Hoe ging dat toen zij binnenkwamen? Toen zij binnenkwamen, zei Ton Lid, doe je handen omhoog. Nee, zei handen omhoog. Hij liet zien dat hij geen blaver bij zich had. Hij zei, Charlie, ik heb geen blaver mij. Had hij zo'n cover. Ze gingen zitten. Precies, ik zat in deze kant die open haard. En hun met z'n drieën daar. Alle drie op één ding. Ik had twee blaffers bij me doorgeladen. Dat wisten ze. Ja. Ze zag het gewoon. En, want als ze een geintje zouden uithalen met je... Want ik wist het ook dat de bouten stond vol met smeren. Ja. Vol. Nee, maar had je dan echt geschoten als een truc? Natuurlijk. Nee, ik liet me niet voor de lul. Nee, dat was de laatste cowboy dingen die ik ooit gedaan heb. Maar ik heb het wel goed gedaan. Ja. Maar, en hoe ging het toen verder? Oké. Toen liet hij die koffer, ik maak die open. Die koffer, die waren maaiertjes van die oude briefjes van 100 gulden. Helemaal dat was vol? Allemaal vol. Half een miljoen. Ik heb ze niet verteld, maar ik vroeg nog aan hem, moet ik ze tellen? Hij zei, nee, die zijn geteld met de machine. Dat gaat toch niet houden, Charlie. Toen mocht hij die gozer ergens... wij hebben die schilderijen gepakt. Toen is hij die gozer van de universiteit gekomen, want die is niet naar binnen. En heeft hij hem gekeken. En heeft hij gezegd, zo, dat was genoeg. En toen wou ze weggaan. Ik zeg, nee, klein verrassing. Een van jullie gaat mijn wijf wegbrengen naar Amsterdam. Naar de Barmoestraat in de Dam. En ze gaat daar parkeren op de Dam. En ik ga wachten dat mijn wijf die poen wegdoet. Zij moest het geld meenemen, die koffer met geld. Ja. Mijn vrouw komt terug in die auto. Dan komen ze naar Zaandam terug. En toen belt hij mij onderweg. Mijn vrouw met zo'n mobiel. Hij zegt, Charlie, de geld is veilig. Toen op dat moment heb ik met twee blaffers gepakt. En ik heb eens aan Ton Lier gegeven. Alle twee. Ja? En ik weet je, die man, ik dacht dat hij mij zou aanhouden op dat moment. Maar die man haalt die magazijnen eruit, haalt die de kogels eruit, zet hij ze hem terug. Dan krijg ik mijn wapen terug. Ik krijg mijn blaffers terug. De voorgeschiedenis van bodyguard Charlie da Silva en maffiabaas Klaas Bruinsma hebben we gezien. Maar hoe zit het nu met de veelbesproken relatie tussen Bruinsma en Mabel Wisse-Smit? Toen de kwestie ging spelen, realiseerde ik me dat als er iemand opheldering kon verschaffen, dit bodyguard Charlie da Silva zou zijn. Met enige moeite kwam ik met hem in zijn geboorteland Chili in contact en polste hem over zijn herinneringen. Duizenden kilometers afstand was alle opwinding in Nederland over Mabel hem natuurlijk ontgaan. Maar het begon hem snel te dagen waar ik naar informeerde. Bedoel je soms die blonde meid die een stuk jonger was dan Klaas en uit zo'n nette familie kwam? Vroeg hij. In zijn herinnering was ze nog steeds een jonge studente. En niet onze toekomstige reservekoningin. Maar in zijn verhaal gaat het wel degelijk om dezelfde persoon. Kan jij je die tijd nou nog herinneren dat Klaas en Mabel met elkaar omgingen? Ja. Die was die wijf van niet langer. Ja, we zijn vriendin. Die meid is bij Klaas in zijn leven gekomen toen hij op een Elchegoba zat te wonen. Wij wonen met z'n twee. Ik in een voor in het schip en hij achter. En wat vond Klaas van haar?
Mabel, die was een hele chique vrouw. Een hele goede familie uit Nederland, al Holland. En die Lange was stapelgek op haar. Ja? Dat was niet zomaar een vriendschap. Het was meer dan dat. Oh nee. Klaas liet niemand komen beneden de Schekobbel. Alleen zij dat mocht. Alleen zij. En als Mabel nu zegt, ik heb eigenlijk alleen maar een oppervlakkige zeilvriendschap met hem gehad en verder helemaal niks. Er was niks intiems, er was geen liefde. Wat zeg jij dan? Dat kan toch niet, ik bedoel, zij was die vriendin van die Lange. Ik bedoel, ze slaapt bij Klaas of Nelly Jacoba. Ze liep die samen. Zij zegt ook, toen ik merkte dat Klaas eigenlijk een crimineel was, heb ik meteen een punt achter de relatie gezet. Peter. In Nederland had ik twee holsters hier draag ik twee holsters met 2,9 mm. Kon ik je zo aankijken. Toen Mabel aan boord kwam die eerste keer, ik dacht gewoon met twee blaffers bij me. Wat dacht zij dat ik van de Rijkswaterpolitie was of wat dan ook? Begrijp je? Dit kan toch niet? Kom op nou. Als jij op een Nelsje Jacoba kwam, dan moet je door mij heen. En ik had altijd twee. Ik had wel twee Smit, ik zei tegen die Lange ook. Want die wijf was wijze Smit, was hij. Ik had twee Smit, maar twee Smit aan Wesson had ik hier bij me met 15 kogels elke. En ik had nog twee magazijn erbij. En hier, op elke kant van mijn broek. En zij wist. Ja. Die enige keer dat jij niet kon zien mijn blaffers, was als ik met de Nelsje Jacoba ging op de zijkant. En ik moest die touwtjes vastmaken. Dan Mabel stond hij voorop de touwtjes in de schip vast te maken. Ja. Kijk, op die scheep mocht niemand bij komen. Geen wijven. Geen enkel wijf. Kijk, Klaas was iemand die veel naar die Amerikanen toen kijkt. En die liet ons een keer films kijken van Jan Kane. Zo'n maffiabaas van New York. Die op enige manier dat hij gepakt is omdat ze politie kon een relatie maken met zijn dienstvrouw. Zo'n Colombiaanse dienstvrouw. En toen hebben ze zo'n microfoon op de keuken geplaatst van hem. Dus het in een boot komen van Klaas. Misschien wel toen hij jong was, dat hij wel dat deed, maar op het laatst niet. Maar wel, die was heel anders. Maar wel was iemand. Mocht zij zo aan boord? Of, Ja, ik moest haar fouilleren de eerste keer, dat heb ik het gevraagd. Ik kom heel erg raar dat zij twee achternaam had. Want de Hollanders hebben ze maar één naam, ja. Toch? En zij heet Smit van de tweede achternaam. En ik kijk naar die papieren. Dus wie ben je? Nou, ik ben Mabel. Mabel. Of Spaans Mabel. Maar is de relatie tussen Klaas Bruinsma en Mabel ooit beëindigd geweest? Heb jij daar wat van gewerkt? Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Tot de laatste dag. Tot de laatste dag van zijn leven. Klaas was stapelgeven. Dat was de meest interessante vrouw die ooit in zijn leven geleerd heeft en gekend heeft. Hebben jullie wel eens in haar aanwezigheid iets met die wapens gedaan? Ja, geschoten. Op zee. Hoezo? Geschoten op een blikje bier. De lange was iemand die soms ochtends wakker werd. En die zei, wie dat blikje bier raakt, krijgt hij 5 ruggetjes. Nou, en dan schoten jullie daar. Ja, Miguel, ik, Tony, soms gingen we op de dingen schieten. En daar was Mabel bij? Ja, natuurlijk. Zij schiet niet bij, maar ze was dan wel bij. Mabel hoorde erbij. Mabel was met hem. Hmm. Was van boord. Kijk, die Nelsje Jacoba was niet zo lang een schip. Wij wonen voor, hij woonde achter met Mabel. En als wij aan schieten waren, Mabel stond daar. Heb jij wel eens gehoord hoe Klaas tegen haar over zijn bezigheden sprak?
ik zit nou eenmaal in de hash of ik doe de zus of zo. Heb je daar ooit iets over gehoord? Moeilijke vraag, Peter, want ik mag Mabel wel. Ja, maar het gaat niet om of je er wel of niet mag. Gaat erom, is het wel of niet gezegd? Wat is de waarheid? De waarheid is, kijk, Mabel wist wie de lange was, zonder meer. Daar is geen twijfel over. Daar is geen twijfel om. Maar wist zij ook waar hij zijn geld mee verdiende? Zij wist het donders goed. Kijk, op die Nelsje komen koffers vol met geld. Dat hebben ze ook gezien? Ja, natuurlijk. Natuurlijk, kom op nou. Ik bedoel, wie dat niet wist, wie die lange Frans was. Die lange was een boef en heeft hij nooit zich geschaamd voor. Nooit. Nee. Absoluut niet. Die lange droeg zo'n Desert Eagle hier. Nee. Had die Desert Eagle aan, altijd in zijn voorhoedje. Waar had hij van de raketwerpen, weet je toch, die RPG's, hè? Weet je toch, die Russische toestanden, die kon je niks raken. Maar het waren wel leuk om te schieten. Hadden jullie die aan boord? Twee. Eén keer had hij de lange en één keer had ik, in een voorkant. Maar dat heeft hij Mabel nooit gezien. Dat mocht hij ook niet zien. Nee, zei Klaas dat met zoveel woorden? Dat gaat te ver? Dat mocht hij Mabel niet zien. Maar onze wapens wel. Zijn er nou aan boord wel eens dingen gebeurd als Mabel er was? Bijvoorbeeld waarvan je dacht, poeh, dat ging maar net goed. Kijk, ik had je nog gisteren verteld over die verhaal van... Er was een keer dat die lange moet met iemand praten in de Waddenzee. Dan komt zo'n Hollander. Ik herinner me zijn naam niet meer. Ik vraag nooit namen. Toen de gozer had, die was gejat van die lange. Toen de gozer wordt hij gewoon afgeknald daar. Aan boord? Aan boord, ja. Op een El Shekoba. En toen was die gozer overboord gegooid. En 15 tot 20 minuten later komt die Mabel aan. We moesten te wat hij al lang afgesproken met Mabel dat hij op die plek zou haar ophalen. Toen kwam Tony aan. En Mabel ging zitten op diezelfde stoel van die gozer. En ik kijk die lange toe. En ik kijk, shit, man. Maar zij hebben er helemaal niks van gemerkt. Maar het was wel dichtbij. Ja. Heel dichtbij. Als hij verliefd was op haar, kon jij dat merken, zien aan bepaalde dingetjes? Kijk, Klaas wou dat ik mijn twee blaffers hier had. Ja? Twee holsten, 9 mm, 15 kogels elke. En twee scorpions erbij. 7,65. Toen Mabel bij ons aankwam, heb hij mij in een Ferrari naar die Peche hoofdstad gebracht. En heeft hij net een pak voor mij gekocht. Oh ja? Ja. Hij vond dat je er niet netjes genoeg uitzag. Dat vond hij dan wel, ja. En je moest een goede indruk maken voor je... De blaffers had ze goed uit, maar ik niet. Dus ik moet zo'n jas en zo'n pak aantrekken om Mabel te ontvangen. En dat was voor jou wel een bewijs van, nou, er is echt wat speciaals. Ja, natuurlijk. Die lange hebben alle wijven in Nederland gehad wat hij wou. Maar ineens komt deze meisje aan en... Het is heel raars gebeurd met Klaas. Die liet zelf een pak van mij kopen. Hij heeft het betaald. Zo'n Valentino-pak, weet je wel, heel duur. Ja, maar wat dacht zij dat jij was? Dacht ze dat jij een vriend van Klaas was? Of begreep zij heel goed dat jij er was voor zijn veiligheid? Zij wist het 100% dat ik een van zijn mannen was. En niet alleen ik, kijk. Zij wordt opgehaald door iemand anders. Tony was meestal die... Tony Tynes. Ja, Tony. Ja, Tony hield haar op. En Tony was ook gewapend. Ja. Ook met twee blavers. Als Mabel nu zegt, punt 1... Onze vriendschap stelde niks voor. Punt 2, ik heb het contact snel verbroken. Wat zou jij dan nu tegen haar zeggen als zij daar zou zitten? Nee. Kijk, Mabel, ik zou niet durven te praten
wat ik zelf gezien heb, wat jij met die lange gedaan heeft, maar niet liggen. Beter niet zeggen, maar niet liggen. Ik zou jou nooit iets zeggen wat het niet, dat het niet leuk zou zijn. Want je bent een heel erg lieve meid. Die Lange was gek op jou. En Mabel een hele lieve en begaafde schoondochter. Ze heeft al op een hele natuurlijke manier haar plaats in ons gezin veroverd. Ja, en tot zover het opzienbarende relaas van bodyguard Charlie da Silva. In een poging zoveel mogelijk punten daaruit op andere wijze bevestigd te krijgen, heb ik ook gezocht naar berichten of er in die periode, zo'n 12 jaar geleden, aan de Nederlandse of Duitse kust een stoffelijk overschot met schotwonden is aangespoeld. Maar dat heb ik niet gevonden. Het wil overigens niet zeggen dat het allemaal niet gebeurd is. In de drugswereld zijn het afgelopen decennium talloze criminelen verdwenen die letterlijk en figuurlijk nooit meer boven water zijn gekomen. Da Silva stelt dat het absoluut is gebeurd, die liquidatie. Sterker nog, hij beweert dat er zelfs meer dan één afrekening aan boord heeft plaatsgevonden, zonder dat daar ooit één spoor van is teruggevonden. Wat zei hij ook alweer tegen Mabel? Je moet of niks zeggen, of de waarheid vertellen. Nou, wij waren natuurlijk zeer benieuwd wat de reactie van Mabel Wisse-Smit op zijn relaas zou zijn. Een week voor onze uitzending stuurt Peter op grond van zijn journalistieke bevindingen een uitvoerige fax aan de Rijksvoorlichtingsdienst met 20 vragen. In deze fax gaat Peter onder meer in op de vraag of Mabel aan boord van Bruinsma's boot heeft overnacht en op de vraag of zij ooit getuige is geweest van schietincidenten aan boord. Aanvankelijk blijft het een paar dagen stil van de zijde van de directeur-generaal van de RVD. Maar als doorcijpelt dat onze uitzending onthullingen brengt over de relatie tussen Mabel Wisse-Smit en Klaas Bruinsma, komen de media in beweging en antwoordt de RVD op dinsdagmiddag op onze fax. De RVD benadrukt nog eens dat er geruime tijd geleden onderzoek is verricht naar de contacten tussen Mabel en Klaas, maar dat de uitkomsten geen aanleiding tot verontrusting hebben gegeven. Ook laat men weten dat de antwoorden op de vragen van Mabel Wisse-Smit zelf komen en niet van de RVD. Mabel meldt over haar contacten met Bruinsma: ik ontmoette de heer Bruinsma voor het eerst in de loop van 1989. En de verdere contacten met de heer Bruinsma vonden voornamelijk gedurende enkele maanden plaats in 1989. Nadien heeft nog een enkele ontmoeting plaatsgevonden. Hieruit blijkt dus dat het contact met Bruinsma geruime tijd heeft geduurd. Langer dan tot nu toe werd aangenomen. Zo komt ook naar voren uit Mabel's volgende antwoord. Want op de vraag of zij ooit heeft overnacht aan boord van de Neeltje Jacoba, de omgebouwde reddingboot van Klaas Bruinsma, die pas in december 1989 in zijn bezit kwam, zegt ze: de heer Bruinsma bezat enkele boten. Ik voer ongeveer 6 keer samen met hem en anderen mee. 2 à 3 keer was dat op de Neeltje Jacoba. Hierbij werd soms ook gegeten en overnacht op de boot. De vraag is natuurlijk, wie bedoelt ze met anderen? Volgens bodyguard Charlie was hij er in ieder geval één van. Het feit dat Klaas pas eind 1989 de boot in bezit kreeg, betekent dat Mabel ook in 1990 contact met Bruinsma heeft onderhouden, aangezien ze meerdere keren aan boord van dit schip is geweest. Over het vermeende vuurwapengebruik schrijft Mabel: ik heb tijdens die tochten nooit een vuurwapen zien dragen. Ik ben dus ook nooit getuige geweest van het schieten op bierblikjes en het daarbij afsluiten van weddenschappen.
Ook de bodyguard van Bruinsma, die vrijwel altijd in zijn gezelschap was, doet geen belletje rinkelen. Ik herinner mij geen zekere Charlie. Evenmin kan ik mij een Chileen herinneren. Ik ben nooit gecontroleerd alvorens aan boord te gaan. En tot slot benadrukt Mabel Wisse-Smit in de fax: voor alle duidelijkheid, ik heb geen liefdesrelatie gehad met de heer Bruinsma. Ik heb geen liefdesrelatie gehad met de heer Bruinsma. Doet me een beetje denken aan die beroemde zin die president Clinton ooit heeft uitgesproken. I did not have sexual relations with that woman. Bleek toen ietsje anders te liggen, maar dat terzijde. Onverklaarbaar blijft het dat Mabel toegeeft een aantal keren aan boord te zijn geweest van de Neeltje Jacoba, daar ook te hebben overnacht, maar zich vervolgens niets herinnert van ene Charlie, die bijna de schaduw van Klaas Bruinsma was en naar eigen zeggen 's morgens ook het ontbijt serveerde. De moeder van Mabel, Wisse-Smit, heeft ook een brief aan ons programma geschreven en bestrijdt dat haar inmiddels overleden echtgenoot contacten met Bruinsma had, zoals boekhouder Ed S. beweert. Zij schrijft: mijn man had een bijzonder goede reputatie. U kunt dat zelf navragen. Naar mijn beste weten heeft hij nooit contacten onderhouden.